kijken wat hier nu allemaal hangt aan geweldige opties. Ik word helemaal lijp. Confronterend dit naked face. Als tip op het hart drukken dat dit zo fijn is. Ik wil niet zeggen dat je mijn tepel ziet, maar dat is helemaal niet waar. Super snelle view van wat ik aan heb tussen al deze stapels spullen. Een hele mooie bloemenjurk. Goedemorgen. Ik ben op de Linda redactie en ik dacht, ik ga even voor een lente look. Gezellig oorbelletje erbij. Ik heb gisteren niet echt veel gefilmd omdat ik de hele dag aan het werk was in mijn kantoor. En dit wordt ook weer zo'n dag. Maar ik dacht, ja, ik zet hem toch maar even aan. Ik ben nu in mijn kantoorruimte. Het Linda kantoor zit in Naarden, dus dat is altijd even een tocht. Maar een hele fijne plek. Nu een staff meeting waarbij we met de producers en een aantal andere mensen uit het team. We hebben een team van ongeveer 15 zoiets. Misschien werken er wel 20 mensen aan Linda Meiden in totaal als ik de dinnerparty van laatst in mijn hoofd haal. Dan hebben we het even over de ontwikkelingen. Dus hoe reageren mensen die we voor covershoots hebben gevraagd. Daar is Dorien, de chef. Dorien is eigenlijk een soort tweede hoofdredacteur die alles in de gaten houdt. Dat is heerlijk. Lekker samen sparren. Dus dat hebben we nu. Het hele nieuwe nummer hangt aan de muur in allemaal kleine prints. Dat gaat over een dag of zo naar de drukker. Dus dat is wel lekker spannend. Ik ben nu met Jane. Wat, lekker lijpe topje. Jane en ik zitten nu door het hele blad te gaan. En we kijken dan heel erg naar het beeld waar Jane verantwoordelijk voor is in de vormgeving. Dus we hebben net de cover doorgesproken. Heel spannend. Ja. En nu kijken we naar een shoot waar Jane een beeld uit heeft gekild. Wat ik graag daarin wil. Dus we gaan even puzzelen. De afspraken gaan goed. Mijn make-up zit er steeds minder goed op. Ik zit de hele dag aan mijn hoofd als ik werk. Dus dat gaat er dan vanzelf af. En Sonja. Sonja die naast mij zit, die loopt met een grote boog om mij heen. Snap ik ook. Het is nu 4:15 en ik heb net nog een sales meeting gehad over leuke werfcadeaus onder andere. Waarbij we dan bedenken wat abonnees... Waar ze korting op krijgen of wat je krijgt als cadeau als je een abonnement afsluit. Ik ben ook wel benieuwd wat jullie dan leuk zouden vinden. Wil je dan bijvoorbeeld een super lekkere cadeaubon van iets als de H&M? Of wil je een beautypakket? Of wil je een kledingstuk of een leren tasje of toffe sneakers of zo? Heel benieuwd waar jij een abonnement voor af zou afsluiten. Daar hadden we het over en toffe advertentiemogelijkheden en videoconcepten voorbij het nieuwe nummer. Nu ga ik... beginnen aan onderzoek voor iets wat in de zomer uitkomt, waar ik aan mee ga schrijven, dus daar duik ik nog even in. Ik ben weer thuis en ik heb lekker mijn pyjama pak aan van Monica en Noor. Met allemaal sterren, is echt het allerlekkerste ever. Zo zacht en zo lekker om gewoon een leuk pyjama pak te hebben. Ik ben even wat leftovers aan het klaarmaken. Ik had gisteren thuis besteld. Toen dacht ik gebakken rijst en gebakken groenten. Maar in plaats daarvan kreeg ik ook noedels. Dus dat ga ik nu denk ik opeten. En ik heb er ook wat groenten bij gekocht. Terwijl ik catfish kijk. Lekker. Het is lekker lente weer. En ik sta in de buurt van het Hoekstem. Ik heb net even een lekker sapje gehaald. En nu een afspraak met mijn boekhouder. Allemaal brieven bij me. En hij gaat waarschijnlijk een woedeaanval op me krijgen. Omdat ik altijd te laat ben met dingen. Maar oké, komt goed. Working on it. En Kim zit dus ook in het Hoekstem. Dus deze week komen we elkaar de hele tijd tegen. Wat echt hilarisch is. Dus ik ga maar even snel naar binnen. Kijken wie ik als eerst zie. Ik ben in het Hoekstem en de meeting was goed. Ik ga nu lekker even wat lunchen en hier blijven werken. Want het is zo'n fijne plek. En Kim heb ik al gespot. So pretty. Guys, ik ben snel langs huis gegaan. Ik heb gedoucht. Confronterend dit naked face. Ik voel me helemaal niet chill op het moment op mijn huid. Maar ik dacht, ik film toch maar gewoon eerlijk zonder make-up. Ik ga nu naar SBS. Het is 7:15 of zo. En dan ga ik er nog een werkdagje aan vastplakken bij Show News. Nou, de make-up zit er weer op.
En het zit goed. Ja toch. Celine is als volgende. Hoi. Joehoe. Hallo. Ja, jij ziet er al beeldig uit. Dank. Heeft niks meer nodig, die meid. Getting there. Leuk dat we weer samen staan, vind ik. Ja, vind ik ook. Gewoon even een topshowtje van maken. Ja, helemaal zin in. Zeker kijken. Het is niet live, helaas. Oh. Zeker kijken op shownieuws.nl. Kijk gewoon even die herhaling. Hier ligt het altijd een heel lekkere drop. Echt mijn grote verslaving backstage. Ik ga nu even naar boven waar ik de teksten en onderwerpen ga doornemen. Set. George en Amal staan al klaar voor. Het is altijd een gedoe, want ik ben natuurlijk de kleinste, dus ik moet op een pannenkoek, noemen we dat. Dat is een huge ding. Namelijk dit. Dan ga ik dan opstaan en dan ben ik opeens wel perfecte modellenlengte. Ja, toch? Vlog alert! Even de juice weg. Ik denk dat mensen dat wel kennen van jullie helaas. Ja, het is wat. Dat jullie raar aan het doen zijn. Ja, ik doe nu normaal. Kijk, nu ben ik heel lang. Ik heb net een dropje in mijn mond. Oh. Ja. Je ziet er goed uit in deze kleur, hè? Ja, nou ja, ik heb ooit van, zal ik je vertellen, van kostuumontwerper Jan Arendsen, die altijd Karen Bloemen haar outfits maakt, heb ik ooit geleerd dat op tv, als je iets draagt wat een beetje een klein glansje heeft, dat is altijd goed. Hij wordt altijd heel boos van mensen die zwart aan hebben en zeggen van, je kunt net zo goed een zwart gat zijn. Dat wil niemand. Nou, heel veel mensen willen zwart aan op tv, want dat vinden ze een slank afdruk. Ik heb het dropje nog niet weg. Ja. Ik heb ook een klein lichtelijk glansje. Tadaa, één groot glans. Wij zitten hier helemaal goed. Eén groot glans. Glans trio, yes. Ik ben thuis en klaar om naar bed te gaan. Lekker slapen. Het is nu 1:00 s'nachts. Tijd om er een eind aan te rijden. Tot morgen. Hey guys, het is donderdag en ik ben echt kapot na gisteren. Zo'n lange dag. Show hakt er echt in. Dus ik moet even mijn energie bij elkaar rapen. Ik ga nu foto's maken met Emma en even wat to-do's wegwerken. Nou, hallo. Ik sta lekker gewoon in mini-look met Em. Het is veel kouder dan we hadden gedacht ook. Dus lekker aan het bevriezen. Maar het worden wel leuke foto's. Ik ben weer op kantoor en Jessie heeft mijn vlogcamera gefixt. Oh my god, geweldig. En er is hier een mystery pakket. Dit is een kluis. En wat ik ook doe aan code, opties, hij gaat niet open. Er moet een soort wachtwoord voor zijn, maar ik kan het niet bedenken. En ik zie nu dus dat iedereen op Insta dit ook aan het doen is. Jongens, ik word helemaal lijp. Wat kan het zijn? Stel je voor dat je echt een bankovervaller bent. Dit verklaart ook wel waarom ik zo slecht ben in escape rooms. Ik ben bij Topshop waar ik een styling afspraak heb met Sita, die al dit geweldige rek voor mij heeft uitgezocht. Dus we gaan heel veel dingen passen en lekker spelen en nu nog even de winkel in. Jurk nummer 1, ik ben echt verliefd. Zo mooi. Dit soort modellen vind ik altijd heel fijn. Ook zo'n iets lossere mouw. Oké, ik wil jullie echt niet gesponsord of iets, maar echt als tip op het hart drukken dat dit zo fijn is. Iedereen kan een afspraak maken met Sita. Sita is geweldig, heeft geweldige stijl. Ze is heel lief en grappig, ik ben dol op haar. En zij maakt dan gewoon een heel rek. Kijk wat hier nu allemaal hangt aan geweldige opties. Hier een mintgroen pak, allemaal jurkjes, funky tops die ik misschien had gemist. En je hoeft niet een minimum bedrag of zo te spenden. Dus ik vind dit echt fantastisch. Dus voor iedereen die ooit met een stylist wil werken, maar daar niet budget voor heeft, of niet durft, of niet weet hoe, of bang is dat de kleding heel duur is, je mag gewoon vrijblijvend zo'n afspraak maken. Ik zou dan zelf denken, neem wel wat shoptegoed mee, dat je een paar items kan kiezen die echt bij je passen, die je dus met heel veel plezier gaat dragen. Maar dat wil ik jullie echt even meegeven als tip, want dit is zo fijn dat iemand dit helemaal heeft uitgedacht, volgens de laatste trends en volgens wat bij je past, dus... Ik ben heel blij. Jurk nummer 2. Echt, hoe geweldig is alles? Niet te doen. Hier nog een prachtige jurk. Maar Sita zei meteen, maak je wel een beetje breder. En ik vind het heel fijn dat ze daar zo eerlijk in is. Dus deze valt af. Deze is weer fantastisch. Hier zit ook nog een split. En dan heel mooi dit kant.
weet dat ik echt ziljacht polkadot dingen heb, maar dit is wel weer iets heel anders. Dus in mijn hoofd denk ik, misschien moet ik iets verkopen en dan mag ik dit hebben. Deze jurk vind ik dus geweldig, echt fenomenaal. Maar hij geeft mij heel veel sideboob. Is een heerlijk gekropt spijkerjasje. Ik heb vaak langere jasjes, terwijl mijn heupen het breedste deel zijn bij mij. En mijn taille best smal, dus dit is eigenlijk veel beter, omdat ik dan gewoon zo'n shape meer krijg. Zwaar obsessed met deze broek. Oeh la la. Billetje erin. Wat een lekker partybroekje. Tita en ik zijn ook allebei weer verliefd op deze top. Zo'n lookje wordt het dan. Dit is gewoon een soort geroes ding met een hele toffe Victoriaanse schouder. Een lekker gekropt sweatertje. Hoe leuk is dit? Morning babes. Het is vrijdag en er is gewoon weer een week voorbij. Hoe snel gaat dit? Ik ga vandaag met Jessie filmen. Jessie is mijn nieuwe video superstar. Heel leuk en een soort creatieve rechterhand. Super fijn om zo'n extra brein rond te hebben lopen. Dus dat maakt me heel gelukkig en rustig. Voor zover mogelijk. Dus dat gaan we vandaag doen. We gaan een review van mijn nieuwe Balenciaga tas doen met een What's in my bag. Die heb ik echt 2 jaar geleden of zo voor het laatst gedaan. Dus ik dacht dat is wel leuk. En een mega shoplog met allemaal high street aankopen. Dus Zara, Mango, Topshop, dat soort situaties. Er wordt dus wel de hele dag geboord. Is wat ik aan heb. Een vintage Levi's en een cropped sweater. En hoe chill ziet deze area eruit. Lekker slaapkamertje. Ik ga aan het filmen. Ja, ja. Schoentjes. Ik ben klaar met filmen en ik ben me even aan het opmaken voor het verjaardagsetentje van een vriendin van mij, Lena. Ik heb eindelijk mijn lievelings superpalet weer terug van Charlotte Tilbury. Waar ik zo verliefd op ben. En die was bij iemand in de toilettas beland. Ik doe deze 3 kleuren eigenlijk altijd op mijn ogen. Ik zal het je even laten zien. Dit is wat ik nu op heb. Met veel brons. En in mijn oog doe ik ook een beetje een soort goudbrons lijntje. Dus dat. Nu ga ik mijn gezicht even wat kleur geven. Door het licht lijken deze strepen veel harder op de camera trouwens. Dan nog even een lekker highlightje. Op mijn lippen doe ik dan 1 kleur op de bovenlip en die dep ik dan met mijn vingers een beetje uit. Eigenlijk alsof je net met iemand hebt gekust. Ik vind het leuk als een lipkleur niet zo'n super strakke lipliner en lipstift is, maar dat het een beetje meer erop gesmoesd lijkt. En dat is hem. Dit is eigenlijk een soort variant op die bronzy look waar ik een tutorial over heb gemaakt. Ik zal hem even hier in het scherm laten zien. Dus dat is eigenlijk dezelfde basis, alleen heb ik hier wel foundation gebruikt en mijn ogen wat zwaarder aangezet, zoals je kan zien. Alles wel nog steeds met van die bronzy tinten. En natuurlijk lekker glowy, want daar hou ik van. Ready! Lekker lange camel coat en hele fluffy hoge hakken. En een mooi wit topje hieronder. We zijn in Noord, want we gaan eten bij de Goudfazant. Superleuk. Zou ik al zijn, hoe we mijn vriend noemen. Petjes Kim en Onno. Yes! Is hier weer. Zo mooi ziet het dan hier uit. Hey Lingo! Nicole is hier ook in een super sexy pak. Dit is een vriendin bij hoor. Een lederen jurk. Ze ziet mij niet, maar. Ik moet je eruit knippen. Zo heet. Birthday girl! Ik had ook het idee dat we gaan doen. Ik heb dus deze top aan. Ik wil niet zeggen weten dat je mijn tape ziet, maar dat is helemaal niet waar. Het is roze en ik hou ervan. It matches me and my outfit. Daar gaan we weer.
potjes komen bij elkaar. Ja. Wat doe je hiermee? Alles! En? Oké, het is mij. Vlog takeover. Hoi! Even voor de kijker. Ja, ik weet je niet. Nee, ik kan het niet. Ik vind het heel hard. Heb je lekker gedaan? Ik kan voor mijn tepels. Ja, kijk even die tepels. Jij heeft op de kop gekregen dat dit shirt op de tepels heeft. Ik zie ze echt niet. Ik zie ze ook niet. Jullie? Hele goedemorgen. Het is 10:00 en ik heb een mega hangover en ik sta in Noord om een vloer te kopen samen met Stephanie die mij helpt met het uitzoeken. Komt ze eigenlijk niet. We dachten dat we naar binnen lopen en nu lopen we een koffieshop in. Dit is Steef, jongens. Hallo. We zijn nog niet helemaal wakker, hè? Nee, bij Charlotte, mijn favorite girl. En we gaan even een pony bij knippen. Ik zie dat ik ook wel weer gekleurd mag worden, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Dus we doen even dit. We gaan even een ponytje van maken. Ja, kijk, dit is Charlotte. De allerknapste tapsie van de wereld! Land waar ik opeens een koude MacBook mini ga kopen. Ik heb namelijk zoveel last van mijn schouder en arm en nek hier. Dat ik dacht, ik moet toch iets lichters, zodat ik één thuis kan en één op kantoor. Stas! Dit is dus het allerchillste ding voor je vlogcamera. James is stengel. Guys, het voelde ook raar om helemaal niks te laten horen van me op zondag, maar ik ben zo ziek. Oh, dit is ook geen fijn shot. Ik pak trouwens altijd mijn hoofd in als ik ziek ben, omdat ik het dan altijd heel koud heb. Ik werd vannacht wakker om 3 of 4 uur. Helemaal misselijk, de hele nacht overgegeven. En gewoon, ik kan niks meer eten of binnenhouden. Dus ik ben nu helemaal trillerig en heb ik bloedheet, maar ook heel koud tegelijk. En helemaal niet chill. Dus ik hoop dat het snel weg gaat en dat ik gewoon relaxed naar Marrakesh kan. Ik ga bij deze even de vlog afsluiten, want het begint morgen weer een nieuwe week. Omdat ik dinsdag heel vroeg aan de Marrakesh ga, begin ik dan met een nieuwe vlog. Als je daar zin in hebt, vergeet zeker even niet te abonneren. En dan zie je snel weer leuke nieuwe avonturen. Doei!